Ik ben vandaag bij Ahmed, Dermastatics in Bussum. En ik ga beginnen aan mijn kuurtraject met PCA. En een van de spannende behandelingen waar we mee gaan beginnen is de retinolpeeling. Ahmed, vertel er eens wat over. De retinolpeeling van PCA Skin is gebaseerd op 6% pure retinol, die door middel van een specifieke technologie tot in de basaalcellenlaag komt, daar waar de cellen nog leven en eigenlijk daar waar het echt gebeurt in de huid. En gaat in plaats van buiten naar binnen, van binnen naar buiten werken. We doen het een aantal keren om het resultaat op te bouwen. En de bedoeling is dat Monique een gladdere huid krijgt, fijnere poriën, vooral veel minder rimpeltjes en een stevigere volle huid. Stap 1 van de kuurbehandeling die we gaan doen is natuurlijk eerst de reiniging. Klopt. Waar reinig je mee? Ik reinig met de Facial Wash van PCA Skin. Dat is een reiniging op basis van melkzuur en citroenzuur. Je ruikt het ook, hè? Zuurig. Ja, klopt. En de zuren zijn bedoeld om de huid eigenlijk een beetje voor te verweken. Waardoor alles wat ik hierna doe beter in je huid kan trekken. Het tweede deel van de reiniging bestaat uit tonic. Vertel er eens over. De tonic is op basis van dezelfde zuren als de reiniging. Alleen zit er ook nog melkzuur bij in, waardoor die ietsje intensiever is. De volgende stap is de Gentle Exfoliant. Dat is een scrub op basis van een hele milde glycolzuur en een natuurlijke korrel, waar we de huid mee bufferen en polijsten. Er zit ook jojobaolie bij in. Mm. Zometeen vermeng ik het met water en dan komt die olie vrij. Dus aan de ene kant zijn we de huid aan het polijsten. Dus eigenlijk dode huidcellen verwijderen. En de tweede stap is dat die olie vrijkomt en dat je huid gelijk wordt voorzien van comfort. Oké, we zijn gereinigd. En nu is het tijd voor de retinolpeeling. Ja. Wat gaan we doen? Ik ga nu de retinolpeeling aanbrengen. Dat is een crème-achtige emulsie. En daarin zit de Omnizoom-technologie. En de Omnizoom-technologie is onze delivery system, waardoor het retinol onaangetast in de stekelcellenlaag en de basaalcellenlaag terechtkomt. En van daaruit in 24 uur met een slow release wordt afgegeven aan de huid. Daardoor merk je ook nu tijdens de behandeling eigenlijk niks. Voelt het gewoon lekker prettig aan. Maar voel je na een dag tot 2 dagen dat je huid behoorlijk gestimuleerd is. Hoe lang masseer je dit in? Dat is een beetje afhankelijk van de huid. Een vette huid kan je wat langer masseren. Een drogere huid wat korter. In de regel, nou, 1 minuut of 5 max. Okay. En het product wordt ook niet verwijderd. Dat trekt in de huid en weg is weg. Hoe sterk is deze retinolpeeling? Het is een 6%. En normaal gesproken is het zo, retinol neemt altijd met een 10% af op het moment dat je het aanbrengt in de huid. En bij deze peeling is dat niet zo, want deze retinol die komt door die Omnizoom-technologie rechtstreeks in de huid, zonder getransformeerd te worden. En naarmate die wordt afgegeven, wordt die getransformeerd in vitamine A. De retinolpeeling is er ingemasseerd. En nu ga je een sunblock met crème aanbrengen op mijn huid. Je krijgt een nabehandelingskit mee om ervoor te zorgen dat je in ieder geval de eerste week alles volgens protocollen doet en de juiste producten gebruikt. Niet dat je thuis nog andere producten gebruikt waarmee je de downtime of het resultaat kan beïnvloeden. Nou, we hebben de behandeling achter de rug, de eerste peeling. En Ahmed gaat mij nu vertellen wat ik allemaal meekrijg aan thuisproducten en ondersteuning om mijn huid in een topconditie te krijgen en te houden vooral ook. Vertel het maar. Nou, allereerst krijgt iedereen, ongeacht welke peeling men ondergaat van PCA Skin, de Post Procedure Solution Kit mee. Nou, haal de deksel er eens af, ik ben heel benieuwd. Nou, dit is dus jouw pakket. Ja. Waar je de eerste week 10 dagen
het mee moet doen. Ja. Bestaat uit een reiniging, een tweetal crèmes, een zonbescherming en een heel speciaal product op basis van hydrocortison, ja. 1%. De Clinical, wat je pigment in slaap brengt, waardoor je geen pigment aanmaakt tijdens het genezen van je peeling. We beginnen natuurlijk altijd met het goed reinigen van de huid. Daarvoor heb ik je de Dry Skin Relief Bar geadviseerd. Ja. Het is een zeepachtig product wat je op moet laten schuimen met water. Ja. Dan hebben we de Nutrient Toner. Ja. Het woord nutriënt zegt het al. Mm-hmm. Heel veel voeding zit erin. Met name heel veel peptiden die je huid ook verstevigen. Dan hebben we voor overdag de Anti-Redness Serum. Ja. En dit product op basis van kappertjesextract maakt je haarvaatjes veel steviger, waardoor je minder roodheid krijgt. Okay. Dan gaan we naar de dagcreme. Dat is de Aprepil Hydrating Balm. Ja. Die je ook 's avonds gaat gebruiken straks. Okay. Dus het is 24 uur in 1. Dan hebben we natuurlijk als laatste, niet onbelangrijk. Ik zie hem niet. De oog. De Ideal Complex Eye Cream. Ah, ja. De enige oogcreme waar retinol in zit. Dan hebben we een heel speciaal serum voor de nacht. Ja. Alleen, het heeft een gebruiksaanwijzing. Retinol. Ja. Er zit behoorlijk wat retinol in. Na 10 dagen begin je hier dus mee, pas. En dan doe je hem de eerste week 1 keer per week. Heel intensief product tegen als je je huid wil verstevigen. En verjonging wil, algehele verjonging. Ja. En dan hebben we nog een zon. Ja, een zonneproduct, factor 45, met kleur. Dit wordt je regime voor de komende tijd. Nou, ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Het is een maand geleden dat ik mijn eerste peeling had. Klopt. En die is me heel goed bevallen. En dat is te zien. Ja, mijn huid ziet er echt super rustig uit. De roodheid is ook minder. Ik gebruik er ook een speciaal serum voor de wangen. En ik heb echt het idee dat dat werkt. Nou, de producten zijn verrukkelijk. Wat zie jij aan mijn huid, Ahmed, nu na een maand? Wat ik zie is dat die veel egaler is. Het zij in kleine pigmentvlekjes, maar ook in roodheid. Dat het stukken minder is geworden. Ik vind je voorhoofd veel gladder. De mimische rimpeltjes zijn veel minder. En rond je ogen zie ik minder lijntjes. Ja. Dus ik zie zeer zeker dat het werkt. Maar eigenlijk werkt 1 behandeling 10 weken door. Dus hij is nog niet uitgewerkt. Okay. Dat betekent dat het alleen maar mooier kan worden. Ja. En ik heb hier ook altijd zo'n lijn lopen. Dan vond hij ook minder zichtbaar worden. Ja. Alles wordt gladder. Nou, dat is ook de bedoeling. Ja, ik ben echt super blij mee.